Dank je. Personal History heet het boek. We gaan naar onze chef boeken, Michael Korneef. Michael, hartelijk welkom. Wat heb je meegenomen vanavond? Ik heb twee boeken meegenomen. Het nieuwste boek van Erwin Mortier is vorige week uitgebracht. Ja. En daaraan gekoppeld een oud werk, Hugo Claus, Het verdriet van België. Oké, nou gaan we het daar ook even uitgebreid over hebben. Ja. Ik had één vraagje nog vooraf, want vorige week hadden we het over die... degene die de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen, ja. De Clésio. Ja. We hadden nog nooit van hem gehoord. Nee, Esther Tijn was gast, had ook nog nooit van hem gehoord. Ik heb verschillende prominenten van de week wel gehoord die er ook nog nooit van hadden gehoord. En wij zeiden toen, ja, volgens mij is er één boek van hem vertaald. Ja, maar precies. Dat moeten we even rechtzetten. Ik ben er toch even ingedoken en het blijkt dat uitgeverij De Geus al wel zeker 5 titels van hem heeft vertaald. En die heette De Afrikaan, Omwettelingen, Diego en Frida, In volle zee en Gouden vis. Dus, en ik las ook dat de directeur van De Geus al had gezegd van, nou, nu zal er wel een run op de boek komen. Dus onze voorraad is niet zo groot meer. Waarschijnlijk gaan we wel even wat herdrukken hier en daar. En anders kunnen ze nog altijd naar de Biep. Ja, toch? Precies. De Clésio dus. Ja. Nou, we gaan het nu hebben over Erwin Mortier dus. Ja. Een van de bekendste Belgische Vlaamse schrijvers natuurlijk. Op dit moment in ieder geval. Boek, geloof ik, hè? Ja, hij heeft hiervoor een aantal boeken geschreven die meer vanuit zijn eigen beleving zijn geschreven. Als adolescent en als puber. En dit keer is hij gekropen in de huid van een 90-jarige oude vrouw, Helena. Die terugkijkt op haar leven en met name de periode van de Eerste Wereldoorlog. Die is natuurlijk in België, heeft hij een hele grote invloed gehad. Bij ons natuurlijk nauwelijks, omdat wij neutraal waren. Maar in België heeft dat er erg ingehakt. De Grote Oorlog wordt die daar ook genoemd. Mm-hmm. En die Helena kijkt dan terug naar die tijd. En zij was op het moment dat die oorlog uitbrak toen met haar moeder in Noord-Frankrijk. Net achter het front, dus zij hebben de oorlog op die manier niet meegemaakt. Maar zij ontmoet daar een Engelse soldaat en daar krijgt ze dan een verhouding mee. Daar gaat ze ook, die fotografeert ook veel, dus die gaat veel naar het front. En wat Mortier doet, is dat hij het verhaal op zich is heel geserreerd. Er gebeurt niet zo vreselijk veel. Hij geeft veel beschrijvingen van wat zij met name zien. En met name zijn taalgebruik, dat is werkelijk wonderschoon. Wonderschoon? Ja, nou ja, hij is ook dichter en... Ja. Je merkt aan zijn manier van observeren. Je zit helemaal in... Bijna ieder detail wordt beschreven door hem op een hele heb je mooie... Heb je daar een voorbeeld van? Wat je misschien kunnen voorlezen. Ja, ik denk dat ik even 2 stukjes voorlees. Ken jij hem trouwens, Margriet van der Linden? Jawel, maar ik ben ook benieuwd naar dat gestileerde en dat taalgebruik. Eigenlijk de poëzie. Ja, precies. Ze begint even te vertellen over het begin van de oorlog. Iedereen had toen het idee van, nou, dat wordt een snelle oorlog. Hè. Men had er ook wel zin in Europa, want er was ook wel een gespannen sfeer. En iedereen dacht van, nou, een beetje dat martiale van vroeger. En dat blijkt uiteindelijk natuurlijk die verschrikkelijke loopgravenoorlog te worden. Ja. Dus zij beschrijft dat in het begin, in dat eerste jaar leek de oorlog iets schitterends. De hartslag van een groot gebeuren die in alle dingen klopte. Ik kon het gebulder van de kanon lopen als drukgolven door mijn middenrif voelen trillen. En ik zag de stofwolken boven de velden hangen wanneer ik in het zomerhuis in Frankrijk door de zolderramen tuurde naar het land van Artesië. Mijn geliefde Artesië met zijn glooiende graanakkers die tussen de houtwallen lagen uitgespreid als steeds gelere lakens. Oogverblindender naarmate de halmen rijpten en de wegen die half ingegraven tussen de akkers door meanderden. Je kon hun tracé in het landschap afleiden uit de hagen waarmee ze afgeboord waren en de kruinen die ze overspanden. Uit de stofwolken kon je opmaken waar zich de soldaten bevonden die zich naar de fronten begaven. De oorlog is prachtig. Ja. Jammer dat we hem niet hebben meegemaakt. Zo lijkt het wel. Hè? Het is ook... Maar je moet er ook van houden. Het spreekt jou niet aan, begrijp ik. Nou, jawel, maar het is, je moet ervoor gaan zitten. Dat klopt. Ja, soms is literatuur. 6 keer wel even. Nou ja, dat hoeft niet per se, hoor. Er zijn wat literatuur... maar Erwin Mortier is een grote schrijver. En maar Mortier, daar moet je wel... echt voor gaan zitten. Nou, soms moest ik even een paar zinnen opnieuw lezen. Als je dus, Jan Siebelink leest, die hadden jullie een tijdje geleden een uitzending, dat is hele toegankelijke literatuur. Dat bedoel ik. Dit is zo gestileerd dat je denkt, er zitten lagen in iedere zin. En dan moet je van houden. Hou je ervan? Ja, dat er dus maar veel meer... je weet, dit is niet... Dan moet je niet in bed lezen voor slapen gaan. Dat zou ik niet doen. Nee. Maar goed, hij kan ook heel plastisch. Hoor. Want op een gegeven moment dan, dat is het tweede stukje wat ik even wil voorlezen. Yeah. Beschrijft hij hoe die Helena, die is dan 15 als de oorlog uitbreekt. Samen met haar moeder een meisje van 8 aflegt, zal ik maar zeggen, die net door een mortiergranaat is getroffen. Zij gaat dan samen met haar moeder dat meisje afleggen. En dat gaat dan al dus. Help me even, Helena. Ik ging bij haar staan. Mijn moeder nam mijn hand vast, tilde met haar andere hand Amélie's hoofd wat op en schoof mijn hand eronder. Het hoofd was koud
even koud als de steen waarop het gerust had. Op mijn vingers voelde ik het losse stuk van Amélie's schedel meegeven onder de druk van mijn handpalm. En het was alsof de levenloosheid, de doodheid, de dood zelf, zijn kille niets, zijn feest der bevriezing, zijn gulzige stolling op mijn vingers oversloeg vanuit dat hoofd. Dat nu duidelijk niet langer het hoofdje was van Amélie Bonnard, die 2-3 uur voordien nog door het gas had gehuppeld, maar het hoofd van een dode, dat in mijn hand lag als de welving van een gebarsten kruik. Ja, dat is wel erg mooi. Ja, dus dat is toch wel heel plastisch en je ziet het ook voor je. Dat maakt dit boek ontzettend mooi. Six Feet Under. Ja. Ja. Six Feet Under, hoezo? Dat moet je nou, omdat het gewoon heel mooi is beschreven en voorstellend geschreven. Mm-hmm. Ja. Hoe het is om het hoofd van de dode vast te pakken. Ja, dus dat, ik kan het iedereen aanraden. Het zit vol met dit soort parels van zinnen. En, Ik wil nog wel even weten waarom hij nou voor het perspectief heeft gekozen, wat je zei aan het begin, van een 90-jarige vrouw. Nou, ik denk dat dat verschillende oorzaken heeft. Kijk, in die oorlog zijn natuurlijk heel veel mannen overleden. Heel veel mannen van het front. Mm-hmm. Ze beschrijft op een gegeven moment ook dat in ieder gezin, ieder boerengezin, 1 op de 3 werd sowieso getroffen. Dus heel veel mannen waren weg. En hij vond het ook, ik heb dat nog even na zitten lezen, ook veel logischer om het feit een perspectief van een vrouw te doen, omdat hij vond dat oorlog is een mannending en hij wilde juist die vrouw die dat altijd maar overleven en die altijd alles moeten dragen en verdragen, namelijk al dat leed, die wilde hij juist naar voren brengen. Mm, waarmee oorlog ook een vrouwending wordt. Nou, automatisch, ja. En het op die is manier het ook, wel. Ja. Ja, met name het naoorlogse, met al dat leed. Nou ja, in die tijd. Maar vrouwen worden ook vaak ingezet als middel in een oorlog. Of verkrachtingen. Dat soort. Ja. Dat formuleer je heel mooi zo. Het is niet zo dat men in België het eigenlijk wel gehad heeft met de Eerste Wereldoorlog als thema. Nee, helemaal niet. Nee, de Eerste Wereldoorlog leeft daar ontzettend. Hè? En er worden ook allerlei reizen naar al die loopgraven georganiseerd. En volgens mij kun je ook bij een reisbureau gewoon dat soort reizen echt boeken. Dus ja. die Eerste Wereldoorlog, dat is echt, die heeft er ontzettend ingehakt. Dus... Maar zou het om die reden het goed doen in Nederland, dit boek? Omdat de Eerste of juist Wereldoorlog, niet. Ja, omdat de Eerste Wereldoorlog soms iets meer van de Belgen. Nou ja, misschien dat hij het geluk heeft natuurlijk 3 succesboeken hiervoor heeft gegeven, waardoor mensen het automatisch toch kopen. En je wordt toch wel door zijn taalgebruik zo gevangen dat je door blijft lezen. Ja. En je krijgt dus inderdaad die gruwelen. Ik denk dat het voor ons ook wel goed is dat wij ons realiseren dat, dat die oorlog... Hoe de Eerste Wereldoorlog naar Nederland brengt. Ja, zeker. Precies. Ja. Maar nu heb je ook een boek meegenomen waar je het altijd mee gaat vergelijken. Een boek dat hier in de kast staat in de bibliotheek en dat ook weer absoluut uitgepakt moet worden. Ja, kijk, het aardige is dat Het Verdriet van België... Hugo Claus. Van Hugo Claus, 1983 verschenen. Dat een roman is over de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En Claus is veel rauwer in dat boek. Het is een familiekroniek. Hij beschrijft heel veel relaties. Het is ook een vrij ingewikkeld boek. Je moet goed je hoofd erbij houden. Wie is nou wie? En al die vrienden en die tantes en die ooms. En je zou bijna kunnen zeggen dat dit een soort van ode aan de oorlog is. Terwijl Claus juist het verraad en het verzet en de collaboratie van Vlaanderen in de Tweede Wereldoorlog aan de kaak stelt in dat boek. Dus in die zin, we hebben nu Mortier voor de Eerste Wereldoorlog als die het boek heeft geschreven. Wordt al gezegd. Mm-hmm. Ja, en van Claus is het natuurlijk Het Verdriet van België wat torenhoog boven veel uitstijgt. Yves de Smet, de hoofdredacteur van de Morgen, die noemde het boek van Erwin Mortier een verpletterend meesterwerk. Ja. En dat hebben we natuurlijk altijd gevonden van het boek van Hugo Claus. Ja, dus nu kun je ze in één adem noemen. Hè. Dat zei hij al, waarschijnlijk zal het binnenkort in één adem worden genoemd. Dus, en dat is volkomen terecht, zeg je? Ik vind van wel. Ja, want als je wil weten hoe de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in België zijn verlopen, nou, dan heb je hier 2 prachtige getuigschriften voor je liggen. Weliswaar als roman, maar toch. Ja. En dan ben je er. Ja, nou ja, dan ben je er. In ieder geval een groot deel wel meegekregen, ja. Ja. Oké. Wanneer heb je hem eigenlijk... dacht je van, ik kom juist met dat boek? Want ik heb zelf niks gelezen van Erwin Mortier. Ja, ik heb zijn vorige romans ook wel gelezen. Dus ik was wel bekend met zijn stijl. Ja. En juist omdat dit vanuit het vrouwelijk perspectief is van een 90-jarige... die ook nog eens terugblikt in de historie, dacht ik... nou, dat moet wel heel erg mooie combinatie zijn. En dat is het ook geworden. Ja, echt een aanrader. Godeslaap heet het, hè? Erwin Mortier dus. Uitgegeven bij De Bezige Bij, net als het boek van Hugo Claus... Ja. Het Verdriet van België. Hartelijk dank voor je komst, Michael. Graag tot volgende week dus. Zometeen in de Iconkanon Sander Chan. Hij zit al hier vlakbij me. Hij stapte begin deze week uit het bestuur van de ChristenUnie in Amsterdam... vanwege zijn homoseksualiteit. Eerst gaan we weer naar de muziek. Vanavond dus Tis Inohossa en Uli Rademacher. En het nummer dat ze nu...